Nou, toch een aardige kar vol buitenlandse boodschappen. Goedemorgen, het is donderdag. Ik ben net wakker. Ik krijg net van Sarah ontbijt op bed. Laatste ochtend in de camper. Sarah en ik gaan zo even lekker douchen. Oh, foei, ik ben echt al niet wakker. Ik heb gisteravond al best wel wat spulletjes uitgezocht. Klaargelegd. Ja. En de rest, ja, ik denk dat het pas makkelijker is als we terug zijn om dan gewoon spullen eruit te halen. Want ik denk als ik het nu in tassen ga doen, dat het juist als we rijden allemaal om kan gaan, terwijl het nu in kast ligt. En als we er zijn, dan heb je dat niet. Dus het ziet er charmant uit zo. Nou, we zijn weer helemaal schoongewassen. Toch wel een uitdaging in zo'n hokje hoor, met, samen met z'n tweeën. Het water spuit alle kanten op en je staat samen en je doucht op tijd. Want, ja schat, en we gaan even snel naar de camper en laten de spulletjes even klaarleggen voor vertrek en dan gaan we rijden. En we zijn nu weer bij de camper en ik had nog geen ontbijt, dus ik heb nu lekker een ontbijtje. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, we zijn onderweg. We gaan zo eerst even ergens stoppen om nog een boodschap te doen. Nou, zoals jullie weten vind ik het heel erg leuk, buitenlandse supermarkten. Daar hou ik echt van al die andere dingetjes. Ik vind het zo leuk om dan te neuzen overal tussen. Dus benieuwd wat we vandaag allemaal gaan vinden. En misschien nog ook wat dingetjes die ik gewoon sowieso wel lekker vind, die ik graag wil hebben. En dat is wel echt voor de camper. Je hebt natuurlijk echt wel heel veel ruimte. Dus in principe kan zelfs ik alles ook zien. Koelkast bij ons. Zelfs een koelkast en een vriezer. Dus je kan dan wel echt alles meenemen wat je eventueel mee wil nemen. Dus dat is echt super. Hé hey Sarah, ik zie een gele auto aankomen daar. Zie je hem? Ja. Hier omhoog ook zo van buitenlandse supermarkten. Dit zijn gewone maatbananen. Hebben ze trusjes babybananen. Maar kijk bij mijn hand. En ik heb ook kleine handen. Het is echt mini. En baby ananasjes. Vind ze zo leuk. En ook weer zoveel soorten pasta's. En ik vind dat altijd zo leuk. Ik zag het net op de grond liggen. Oh, ga je het opruimen? Kijk hoe groot deze zijn. Deze zijn ook echt de tagliatelle, zeg maar heel groot. Want dit is de normale. Dus dan kan je het zien. Ik vind het altijd zo gaaf allemaal. Oh, deze weer heel fijn. Echt zo kik. Oh, kijk, dit is dan vermicelli. Dat is ook zo leuk. Allemaal vormpjes. In Italië heb je dat ook, maar in Duitsland heb je dat dus ook heel veel liggen. Ik hou hier echt van. Kijk mama. Ja, cool. Lasagnebladen. Maar die hebben we thuis wel heel erg veel. Ik vind dingen. Dit zijn M&M's Limited Edition Salted Caramel. Ik denk, wow. Nou, van die peplins. Maar dan niet met zout, maar met sesamzaad. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat ken ik ook niet. Nou, wie kent deze koekjes niet? Maar dan voor brood. Echt. Die. Dan hebben we nog Minion aardappelwafeltjes. En deze ben ik ook wel echt heel benieuwd naar. Deze snoepjes. Ja, maar schat, dat is niet heel bijzonder. Dus deze zijn gewoon. Maar dit is raspberry blackberry. En deze dan? Nou, toch een aardige kar vol buitenlandse boodschappen. En die gaan we zo in de camper gooien. En dan gaan we verder met de terugreis. Dit was al ver terug, dus we hoeven niet te volledige rit meer nu.
We zijn weer thuis. Het is echt compleet chaos en ik ben zo moe dat ik best wel even moeite heb om te kijken waar ik ga beginnen. Het is ook echt al voorbij etenstijd en we staan nu eten te maken. Dus voor Marco spullen uit de auto aan het halen. We zijn naar mijn moeder gegaan en daar heeft Marco ons weer opgehaald. En... Oh. Nog wel even één dingetje wat ik moet delen. Zij heeft natuurlijk al deze snowglobes al. Dit is Praag, Amsterdam, Milaan, Lanzarote, Brussel en Curaçao. En daar komt nu Keulen bij. Hoe leuk. En dadelijk natuurlijk als ze helemaal ouder wordt, dan heeft ze er zoveel overal waar ze over de wereld is geweest. Ik vind het zo leuk. We zijn net echt heel erg mooi slaapgevallen. Dus we hebben wel de zooi opgeruimd, maar daarna was het dus niks meer. Ik ga nu snel naar mijn bed. Bedankt voor het kijken en tot morgen.